Ik ben op Schiphol. Ja. Waar gaan we naartoe? Ja. Malta. Maar ik ben net gebracht met de taxi. Jij ook niet? Nee. Echt niet? Oh, ben ik de enige? Ja. Ik ben gebracht door mijn vader. Dus we trekken om 5:12 en we zijn, het is nu 8 uur of zo, 8:30. Ga je ook mee? Ja. Echt? 8:30, ja. Dus we moeten hier nog een scène draaien en dan gaan we. Zin in. Nou jongens, we hebben de eerste scène opstaan en nu zijn de testimonials daar aan het draaien. Ik heb een testimonie gedaan en jij hebt een testimonie. Het is nu, hoe laat we zijn nu klaar met de eerste scène. We gaan vliegen. Hoe laat is het? Wacht, hoe laat is het? Ik zat niet op te letten. 10 uur en we vliegen pas over 2 uur. We moeten 2 uur lang op Schiphol ergens rondhangen. Maar we moeten ook nog door security en bij de incheckbalie dus. Ja. Check in. Oh ja. Ja, jongens, Birgit. Ja, hier. Ik heb je ticket. Dankjewel. Nou, we zijn net ingecheckt. Ik heb mijn ticket. Dus ik heb er heel veel zin in. Nou, deze twee zijn aan het vloggen voor. Ja, het is niet op vliegen. Deze twee zijn aan het vloggen voor Brugklas TV. Rosie is ook aan het we gaan nu even wat eten, volgens mij. Gaan we nu wat eten? Ja, toch? Oké, nou ja, we gaan nu wat eten en ja, daarna gaan we de douane door, volgens mij. Dus ik heb er zin in. Nou, we zijn door de gate gegaan, hoor. We zijn er klaar voor. Zijn we er klaar voor? Nou, ik ben nog niet klaar voor jou, hoor. Oké. Guys, we gaan zo vliegen. Spannend! Ja, we gaan eerst nog even lunchen. Oh ja, we gaan eerst eten. We moeten nog steeds eten. Maar het duurde echt fucking lang voordat we er doorheen gingen. Dat was super leuk, een hele lange rij. Ja, alleen hun. Maar het is nog geen vakantietijd eigenlijk, hè? Nee, maar het is helemaal geen vakantie. Maar het is hier zo enorm druk. Het is zo raar. Ja, Schiphol, jongen. Schiphol is altijd druk. Just as you know. We gaan! We zijn onderweg! Daar is het vliegtuig. Houston. Ja, ik vind het wel een beetje eng, hoor. Die chippers zijn te gek. Het is wel een is wel op zijn avond omheen. Best klein. Dus Malta Air. Ken je helemaal niet Malta Air? Malta Air. Maltesers. Ga je zwemmen? Nou, ja. Ik ga zwemmen. Wil je mij niet filmen? Dank je. Maar dan hebben geen rechten aan verlengd. Nee, maar doe het van allemaal. Jij filmt mij ook wel. Ja. Nou, we zijn geland. En we hebben net onze koffers opgehaald. We gaan zo naar het hotel in een busje. En even de koffer pakken. En dan gaan we meteen door. Dus het is druk, maar we hebben er zin in. Nou, er is iets aan de hand. Want Justin... Weet wat er aan de hand is? Kijk dan op Spangas. Justin, die dat is onze geluidsman, zijn koffer is omgereld waarschijnlijk. Dus zijn koffer is verdwenen. Dat moeten ze nu oplossen. En het ergste hier ook gewoon is dat je gewoon voor zo'n karretje... Moet je geld betalen. Weet je hoeveel? 16 euro. In de maand.
geen geduld eraf. We zitten in een busje onderweg naar het hotel. Alleen, ja, echt heel raar. Ze rijden hier aan de andere kant. En ze zitten dan ook met de stuur aan de andere kant. En maken ook rotondes met de andere kant. Maar we zijn bij het hotel aangekomen. Dit is Nancho, die kennen jullie nog wel. En, als ik hier zou rijden, kijk het uitzicht. Zou ik echt minimaal 3 auto's in 5 minuten rammen. Het is mooi! Nou, we hebben nu 2 scènes opgenomen en we zijn in ons appartementje. Dat deel ik met Sonia en Belle. Alleen we hebben ook een dakterras. En oh my god, jongens, kijk hoe mooi dit uitzag. Het is zo awesome.